Wat als je langdurig zieke werknemer het werk niet meer kan hervatten? Dit is een vraag die wellicht meerdere werkgevers zich stellen. Als we de cijfers van 2022 bekijken, dan zien we dat er ongeveer 500.000 langdurig zieken waren in België. Een pak meer dan het aantal werklozen. Nu is het zo dat we iedereen terug aan de slag willen krijgen. We hebben in het verleden daar al enkele pogingen ondernomen, in 2016 bijvoorbeeld nog met de invoer van het reïntegratietraject. Nu, dat reïntegratietraject heeft uiteraard als ultieme doelstelling om de medewerker die langdurig afwezig is geweest, terug op de werkvloer te reïntegreren, eventueel met een vorm van aangepast werk. Maar wat bleek? Die reïntegratietrajecten die monden in 50-60% van de gevallen uit in een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, meer bepaald ten gevolge van medische overmacht. Dat is natuurlijk een gigantisch percentage en dus heeft de regering beslist om het voortaan over een andere boeg te gooien. Vandaar dat er een nieuw traject in het leven is geroepen, namelijk het traject medische overmacht. Nu, medische overmacht, wat betekent dat? Wel, dat wil eigenlijk zeggen dat uw medewerker definitief ongeschikt is om ooit nog het overeengekomen werk te kunnen hervatten. De werknemer zal zijn job dus nooit meer kunnen uitvoeren zoals het overeengekomen is. Niet meer voltijds, niet meer met alle taken die daarbij komen kijken. Als dat een definitieve situatie is, ja, dan heeft eigenlijk de arbeidsovereenkomst geen echte bestaansreden meer. Die is er eigenlijk niet meer. En dat noemen we dan medische overmacht. En dat kan dus zorgen voor een beëindiging van de arbeidsrelatie. Alleen is het zo dat de werkgever of de werknemer of de beide partijen samen die toestand moeten gaan inroepen. Wanneer zij dat doen, dan betekent dat dus het einde van de arbeidsrelatie. Maar daar zal de werkgever geen opzeg betekenen. De werknemer neemt ook niet zijn ontslag. Er zal niks meer moeten worden gepresteerd. Kan eigenlijk ook niet, gezien de medische toestand. En bovendien is er ook geen opzegvergoeding verschuldigd. Nu, dat zijn dus wel relatief zware gevolgen, zal ik maar zeggen. Vandaar dat men zegt, je kan die medische overmacht niet gaan inroepen zonder dat er eerst een traject medische overmacht doorlopen is. Dus dat gaan we eens van naderbij bekijken. Zoals ik daarnet al had gezegd, wordt het reïntegratietraject losgekoppeld van een traject medische overmacht. Een reïntegratietraject kan je als werkgever nog altijd opstarten wanneer je bijvoorbeeld ervan uitgaat dat je medewerker wel nog de mogelijkheden heeft om het werk te kunnen hervatten, al dan niet met een aangepast werk. Het initiatief tot het opstarten van dat reïntegratietraject kan gebeuren door de werkgever, maar wel pas ten vroegste op het moment dat de medewerker al minstens 3 maanden arbeidsongeschikt is. De werknemer zelf kan ook het initiatief nemen om een reïntegratietraject op te starten en dat kan al veel sneller. Hij hoeft namelijk maar minstens 1 dag arbeidsongeschikt te zijn. De speelfiguur van zo'n reïntegratietraject, dat is nog altijd de arbeidsarts die de medewerker gaat onderzoeken en zal nagaan of betrokkenen definitief dan wel tijdelijk arbeidsongeschikt is en of het werk desgevallend al kan worden hervat, eventueel onder aangepaste arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we nu dus ook een traject medische overmacht. Let op, want dat traject medische overmacht, ja, dat zal je eerst en vooral wellicht pas gaan opstarten wanneer je vermoedt dat de medewerker nooit nog het werk zal kunnen hervatten, zoals overeengekomen is. En als je het wil opstarten, heel belangrijk, dan moet uw medewerker al minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt zijn. Dat is een stuk langer dan in het verleden het geval was. Dus wanneer je medewerker minstens 9 ononderbroken maanden ziek is en op voorwaarde dat er ondertussen ook geen reïntegratietraject lopende is,
kan je als werkgever, maar ook als werknemer, zo een traject gaan opstarten. Neem nu dat er wel een reïntegratietraject lopende is op het moment dat de medewerker 9 maanden onafgebroken ziek is. Ja, dan wacht je tot dat traject afgelopen is en kan je aansluitend meteen een traject medische overmacht gaan opstarten. Ook hier is de arbeidsarts nog altijd de speelfiguur. Hij gaat beoordelen of je, gelet op de gezondheidstoestand, als werknemer definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk of niet. En bovendien, als de medewerker dat wenst, kan de arbeidsarts ook nagaan of je dan eventueel geschikt bent voor een aangepast of een ander werk of niet. Nu, wat kan die arbeidsarts gaan oordelen? Die kan het oordeel vellen dat je eigenlijk maar tijdelijk arbeidsongeschikt bent. Dan verwachten we natuurlijk dat binnen een welbepaalde termijn de betrokkenen gewoon zijn normale werkzaamheden zal kunnen hervatten. In zo'n geval is er dus absoluut ook geen sprake van medische overmacht. Het contract zal nog kunnen worden verder gezet. Medische overmacht zullen we maar kunnen inroepen wanneer de arbeidsarts oordeelt dat de betrokkenen definitief arbeidsongeschikt is. Eventueel zegt hij, er is geen mogelijkheid tot aangepast werk. Ja goed, dan is het verhaal gedaan, want betrokkenen zal zijn job, zelfs niet met aangepast werk, nog kunnen hervatten. En dan kan er dus medische overmacht worden ingeroepen. Maar ook wanneer de arbeidsarts oordeelt dat er eventueel wel nog een mogelijkheid is voor aangepast werk, ja, dan ga je als werkgever nog een stapje verder moeten gaan en zal je in eerste instantie een plan moeten opmaken. Een plan waarin je mogelijke voorstellen doet om het werk te kunnen hervatten. In plaats van voltijds zullen we jou definitief deeltijds laten werken. We zullen een aantal taken uit je takenpakket schrappen, want die kan je niet meer aan. Er zijn meerdere mogelijkheden. Het kan natuurlijk gebeuren dat je als werkgever geen aangepast of ander werk hebt. Nu, wanneer dat het geval is, dan zal je dat zeer goed moeten motiveren. Dan ga je dat moeten staven. Ja, als er geen aangepast werk is, ook dan is het verhaal gedaan. Het kan ook zijn dat je wel een aangepast werk gaat aanbieden, maar dat de werknemer dat niet wil opnemen. Ook in zo'n geval, als de werknemer uiteindelijk geen aangepast werk meer wil gaan doen, ja, dan is het verhaal ook afgelopen. Met andere woorden, dan is er sprake van medische overmacht. Vergeet niet, op zich volstaat dat niet om het contract te beëindigen. Die overmacht moet ook worden ingeroepen. Pas dan loopt het contract automatisch af. Wil je hierover graag meer weten? Volg dan een opleiding reïntegratie na ziekte. Meer informatie kan je terugvinden op www.acerta.be/opleidingen. Dank je wel.